Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Nathans Kunst. Jullie misschien, zien misschien dat ik in de kringloop sta bij Het Goed in Zaandam. En wij gaan vandaag mensen interviewen, kijken wat die van kringloops vinden. En achter dingen komen, wat mensen allemaal voor bijzondere dingen hebben gevonden bij de kringloop. Of noem het maar op. Veel kijkplezier! Etalagekast. En de etalagekast, dat is de kast waar zeg maar alle bijzondere dingen in staan die gevonden worden tijdens de inbreng, tijdens het uitzoeken en prijzen van de spullen. En nou staan er hele mooie dingen in. Hier boven mij zie je bijvoorbeeld vazen. En die vazen die hebben een beschildering. Dus als jij soms tussen kunst en kitsch kijkt, kan je deze vaas wel zien, want daar komen ze vaak in voor met een redelijke waarde. En ben jij nou een stenenverzamelaar, dan hebben we dat ook wel eens binnen. En munten ook. Dus als jij bijzondere dingen wilt en van de koopjes houdt, kom dan echt naar de kringloop, want er zijn mooie dingen. Right, ja. Hallo mevrouw, wat vindt u leuk om bij de kringloop te doen? Mooie dingen zoeken. Ik ben hem nu op zoek naar haakjes om jassen aan te hangen. En het is altijd maar de vraag of je ze vindt. Maar dat vind ik altijd leuk aan kringlopen bezoeken. En deze heeft alles zo goed georganiseerd. Ja, dat is zeker fijn aan deze. En wat gaat u echt specifiek altijd naar de kringloop? Of denkt u soms ook van, nou, we gaan gewoon leuk lol? Meestal toch wel met een doel. Want ik vind als je hier met een doel rondloopt om iets te zoeken, dat vind ik prettiger dan dat ik me gewoon zo, dan weet je het soms niet. Maar ik ga altijd gericht heen. En wat is het bijzonderste wat u bij de kringloop heeft gevonden? Ik weet niet of het één specifiek ding is, maar we zijn getrouwd een paar jaar geleden. En toen heb ik in alle kringloopwinkels blauw met witte bordjes verzameld. En uiteindelijk had ik dus voor 70 mensen een serviesgoed verzameld. Dat was heel leuk om te doen. Ja. Zeker leuk. En komt u soms ook dat u de kringloop ingaat met dit geef ik uit en u gaat dan over bedrag heen? Ik ga nooit zo met een budget, maar ik had wel een bedrag in mijn hoofd wat een bord mocht kosten. En daar hield ik me wel redelijk aan. Ja. Ja. Maar op zich, meestal is het gewoon wel prijsvriendelijk. Dus dan voel ik me ook minder genoodzaakt om heel erg op te letten op de prijs. Ja. En wat vindt u nou het leukste om te doen bij de kringloop als je er bent? Gewoon rondsnuffelen, kijken of je wat moois vindt. Ja, dat. Dus echt die eyecatcher dingen vinden. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Dan bedank ik u voor het interview. Graag gedaan. Succes. Maar we krijgen niet alleen bijzondere dingen van kleingroep binnen. We krijgen ook Lego binnen. Waar je ook weer nieuwe dingen van kan bouwen. Meestal zit er geen gebruiksaanwijzing bij. Maar we krijgen het wel binnen. En alles wordt gewoon verkocht. Wat ik leuk vind bij de kringloop om te kopen, is gewoon troep waar je niks aan hebt en iets moois mee kan maken. Of mooie decoratiespullen die uniek zijn, die antiek zijn, die uit de oudheid komen. Dus die mijn oma nog gebruikt heb of mijn overgrootoma zelfs nog gebruikt heb. Dat vind ik leuk om te kopen bij de kringloop. Goed verhaal. Ja. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video van Nathans Kunst. Doei doeg!